Goedemorgen allemaal. Welkom bij het webinar Inkoop aanbesteden van de VNG. Wat leuk dat jullie allemaal zijn aangesloten. Ik zie dat we echt bijna 50 mensen hebben, dus echt heel mooi hoeveel mensen er zijn. Ja. Mijn naam is Thijs Blanksma. Ik werk bij VNG. Ik ben beleidsadviseur Inkoop en aanbesteden, gemeentelijke Inkoop en aanbesteden. En wij zijn heel erg blij met deze opkomst. We hebben hier deze webinar georganiseerd ter kick-off van ons mooie forum op de VNG-infrastructuur. We zijn ook daar heel erg blij met hoeveel mensen er zijn. Er zitten ook alweer bijna 400 mensen op, dus we zien dat het onderwerp leeft. Echt gewoon forum voor kennisdeling tussen de gemeentes. En om zo mooi dit af te trappen, denken we gaan ook kennis delen, niet alleen maar met gemeentes, maar we gaan ook kennis delen met de markt. En daarom hebben we hier Alfred Weert uitgenodigd. Alfred die Dankjewel. Ja, komt zo even vertellen vanuit zijn ervaring bij ADG onder andere over gemeentelijke aanbestedingen. En nou, voor mij heeft hij genoeg ervaring en heeft helemaal interessante dingen te melden, dus ik ben heel benieuwd. We gaan zo presentatie van Alfred doen. Op het einde gaan we ook nog wat vragen stellen. En het is ook misschien wel even goed om te weten dat het allemaal wordt opgenomen. Dus mocht je even iets gemist hebben, kan je het ook gewoon rustig terugkijken. Alfred, hartstikke leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. En, dank voor de uitnodiging. Ja, ik ben heel benieuwd. Dus ga je gang. Ik ook, dankjewel. Zo, waar ik altijd heel graag mee begin als ik spreek voor inkopers, rijksinkopers, overheidsinkopers, is eigenlijk de boodschap: het gaat echt best goed. Het gaat eigenlijk gewoon heel goed. Aanbesteden, daar wordt van alles over gezegd. Sta je op een feestje en vertel je daar dat je van aanbesteden houdt, dan sta je natuurlijk al snel met een glas lauwe melk in de bijkeuken. Maar ik denk dat we hier met elkaar zijn met mensen die wel van aanbesteden houden. Dus hartelijk dank voor de uitnodiging en dat ik iets mag toelichten over wat ik zoal zie. En dan zou ik heel graag even kijken, ja, naar het oordeel van de markt. Wie wil er een goede offerte? Dat is eigenlijk mijn thema vandaag. Want ik denk dat er op dit ogenblik zeer veel behoefte is aan de ene kant, aan onze kant van de marktpartij, aan goede bestekken die we kunnen beantwoorden. En aan jullie kant van goede antwoorden op die bestekken. Want de uitdagingen zijn bijzonder complex en groot. Even een kleine introductie. Daar ga ik heel snel doorheen. Ik heb ooit in de uitzendkrachten gewerkt. De intensieve menshouderij, zoals het door sommigen genoemd wordt. Ik heb ook koffie verkocht, ICT, schoonmaak. Ik ben op het ogenblik directeur tendermanagement bij de ADG Dienstengroep. Een holding waaronder diverse bedrijven hangen. Dan ziet u een klein oranje ankertje. Ik ben in mijn vrije tijd ook reserveofficier bij de marine. Dus een klein beetje collega-ambtenaar. Maar vandaag ben ik hier eigenlijk als moderator van de kenniskring aanbesteden. En heel kort, dat is een clubje aanbestedingsspecialisten vanuit de markt die ieder hun branche vertegenwoordigen. In een club die heeft gezegd van, goh, aanbesteden, pittig. Van onze kant, voor jullie kant. Wij willen graag de positief-kritische dialoog aangaan om ervoor te zorgen dat er inderdaad ook echt beter aanbesteed wordt. En dan hebben jullie feedback nodig, denk ik, vanuit de markt. Dus vandaar dat ik hier sta. Eigenlijk heel simpel. Welke ontwikkelingen zien we zoal in tenderland? Ik trek het eventjes iets breder. Want vanuit de markt, wij krijgen aanbestedingen en we krijgen, aanbestedingen zijn een bijzondere vorm van tenders. Dus we zien het aantal tenders zien we stijgen. Toevalligerwijs, nu ik dit zeg, het is nu relatief rustig tot ieders verbazing. Maar dat mag ook wel eens een keertje, want het was zo voor de kerst. En tijdens de kerst was het toch weer behoorlijk druk, zo links en rechts. Maar goed, bedenk dus, wij zijn tenderaars. We willen heel graag inschrijven, maar we zien het aantal tenders sterk stijgen eigenlijk. Ieder jaar 5% of meer. En dat betekent eigenlijk dat we, die stapel, die inkomende stapel, die wordt steeds groter. En daar hebben we dus een systematiek voor, waarbij we moeten kijken van, goh, welke gaan we wel en welke gaan we niet doen. We zien in die tenders ook dat de complexiteit toeneemt. In het verleden was het eigenlijk best eenvoudig. Een schoonmaaktender ging over schoonmaak. Over poetsen, toilet, zuig die vloer. Whatever. En dat zag je ook bij andere aanbestedingen en tenders. Tegenwoordig,
Even terug. En voor die vragen kon je heel makkelijk naar naar je operationele collega's. En die konden dat prima beantwoorden eigenlijk. Dus die vloer moet je zo schoonmaken. Dat toilet linksom, rechtsom, twee keer slaan. En dat komt wel goed. Dat is niet meer zo. We zien natuurlijk in heel veel aanbestedingen, maar ook in gewone tenders, bij gewone bedrijven, zien we beleidsdoelstellingen op het gebied van diversiteit, van circulariteit, van duurzaamheid. Allerlei zaken zien we daarin toenemen, sterk toenemen. En dat zijn vragen die je niet meer bij, als van ouds, bij je gewone collega's neer kunt leggen. Daar moet je naar specialisten toe. Dus we zien dat door de complexiteit de schrijftijd die wij nodig hebben voor een tender toenemen. En ook dat is een factor waar u rekening mee moet houden, denk ik. Dat ga ik straks even uitleggen. Arbeidsmarkt is de derde. We hebben natuurlijk sowieso al bij ieder bestek hebben we al de vraag van, hey, hebben we de mensen om dit uit te voeren? En dat gaat eigenlijk tweeledig. Namelijk, hebben we de mensen om de opdracht uit te voeren? Maar de andere kant is, hebben we ook de mensen om überhaupt de tender te maken? En daar wringt het nogal eens de laatste tijd. Want tenderaars zijn zeldzaam. Er is niet een standaard opleiding voor tenderaar. Dat is iets waar je inrolt uiteindelijk. Dus er is ook niet zomaar een bron waar je ze vandaan kunt plukken. Of een boom waar je ze kunt plukken. Oftewel, ook daar moeten we keuzes maken. We hebben een beperkt aantal mensen dat we in kunnen zetten op het grote aantal steeds complexer wordende tenders. Het opleiden van een tenderaar duurt zeker 2-3 jaar voordat iemand op een redelijk niveau zit. Dus het is ook een probleem dat niet snel is opgelost. Dus, nou, een ontwikkeling waar we ook mee te dealen hebben. De laatste tijd, prijsonzekerheid. Dan hebben we het niet alleen over de energieprijzen, grondstoffenprijzen ook natuurlijk. Het aantal conflicten en laten we maar gewoon zeggen, het algemene chagrijn dat we op de markt tegenkomen van opdrachtgevers die een beetje knorrig zijn op hun leveranciers. Want je hebt dit beloofd, maar het spul is er niet wat we besteld hadden. Of het personeel is er niet. Dus je ziet wat negatieve gevoelens links en rechts opduiken. Dat heeft ook weer gevolgen overigens voor klantloyaliteit. Dat is ook alweer jammer natuurlijk. Maar weet dat in ieder geval dat prijsonzekerheid voor ons ook een reden is om goed naar een bestek te kijken met de vraag, goh, gaan we hierop inschrijven, ja of nee? Dan, contractbeheer. Dat neemt hand over hand toe. En dat klinkt wat negatiever dan ik het bedoel. Het is uitstekende zaken natuurlijk, namelijk gewoon van, joh, doe je eigenlijk wel wat je belooft? En dat was in het verleden veel minder. Dus in het verleden kon je nog alles kijken naar een bestek en zeggen van, goh, ja, nou, ik denk het niet als ik dit zo lees, maar weet je wat, laten we het gewoon proberen, dan zien we later wel hoe we het invullen. Dat we zien wel, dat is er toch wel een beetje van af aan het gaan, want je wordt gewoon gehouden aan de beloftes die je in je offerte schrijft, aan de eisen en wensen die er in het stuk staan. Dus op een paar blauwe ogen, een kop koffie en een leuk avondje mee naar een skybox, daar kom je eigenlijk niet meer mee weg als leverancier. En moet ik zeggen, daar ben ik ook niet heel rauwig om. Ik denk dat dat ook te maken heeft met het volwassen worden van de markt en van de relatie die we hebben met elkaar. Dus. En tenslotte, een belangrijke factor, een belangrijke trend is de inkoopcultuur die wijzigt. Ik ben nog uit de tijd dat er werd ooit tegen mij gezegd, laat ik het zo zeggen, dan klinkt het wat minder erg. Je kwam bij inkoop op het moment dat je alles al vernacheld had in het magazijn. Nou ja, dat is de tijd ook dat inkoop misschien zich wat lager op de rangorde vond staan dan nu. Want inkoop is, zeker in de COVID-tijd, heel duidelijk geworden, echt van zeer groot belang voor alle bedrijfsprocessen. Daar hangt gewoon ook, dat is nu duidelijk, daar hangt ook soms zelfs het voortbestaan van je bedrijf vanaf. Dus, wat Arjan van Welen en Rietveld altijd natuurlijk riepen van, joh, weet je, inkoop is een strategisch instrument. Dat begint nu ook echt te komen. Daar horen ook andere mensen bij. We zien steeds meer academisch opgeleide inkopers. We zien jongere inkopers. En een verschuiving in de verhouding tussen mannen en vrouwen. En dat geeft ook een
Ik vind het een positieve ontwikkeling. Het zorgt er wel voor dat bedrijven die voorheen altijd alles, alle handjeklappen goed konden regelen tussen inkoop en verkoop, ja, die hebben een uitdaging. Je ziet, ik heb nogal wat salescollega's die zeggen van, joh, het is wel moeilijker geworden. Want ja, vroeger praatte ik gewoon met een facilitair manager of met een magazijnmeester of wat dan ook. En dan kreeg ik het geregeld. Ja, zo werkt het gewoon niet meer. Dus dat zijn een aantal ontwikkelingen om mee te nemen op het moment dat u denkt, ik ga een bestek in de markt zetten, een aanbesteding in de markt zetten. Weet dat wij op dit moment met deze zaken geconfronteerd worden. En dat wij dus een keuze moeten maken. Want wat is op het moment aan de hand? Minder inschrijvingen op tenders, aantoonbaar. Spanning op de relatie met de huidige leveranciers, zoals ik al zei. Onzekerheid in de supply chain. Ja, staat ook ruimschoots in de krant. En budgettaire onzekerheid in financiën. Nou, dat zorgt ervoor dat er voor inkopers, ja, hier staat een poppetje dat een beetje kijkt. Het is pittig voor jullie, dat kan ik me goed voorstellen. Dus, wat is dan eigenlijk alvast mijn kernboodschap? Hoeft u niet helemaal te wachten tot ik helemaal aan het einde ben. Inkopen wordt steeds meer het verkopen van uw organisatie aan goede leveranciers. Want de markt heeft nu meer keuze, meer uitdagingen om in te vullen. Dus wij worden kieskeuriger, gedwongen kieskeuriger, in wat we wel en niet doen. En waarom zou ik dan op die grote stapel, zou ik dan die van de gemeente eruit halen en die van een provincie laten liggen of van een bedrijf? Dus daarin ligt een hele belangrijke taak voor u als inkoper, denk ik. Zorg dat er een aantrekkelijk verhaal ligt waarvan wij als markt zeggen, oh, wacht even, hey, dit is een mooie, deze is goed te doen, is winbaar, is te snappen, heldere doelstellingen, contract en algemene voorwaarden zijn een beetje in evenwicht, maar hoe wij het ook zien, weet je wat, hier gaan we gewoon aan beginnen. Nou, dat is mijn belangrijkste boodschap. Dus als u nu afhaakt, heeft u in ieder geval die meegenomen. Maar blijf toch even hangen, want ik heb nog een aantal adviezen om hoe u dat kunt doen. Voordat ik bij die adviezen kom, ga ik eventjes een aantal cijfers met u delen die ik heb gekregen van Wout Groeneveld van Kennen Nederland. Wout is iemand die als hobby het uitpluizen en kwalificeren van alle tendernetdata heeft. We hebben allemaal een hobby, hè? En niet iedereen heeft een voor de hand liggende hobby. Maar deze hobby van Wout, die leidt tot een aantal zeer interessante inzichten. De eerste bijvoorbeeld. Ik heb aan Wout gevraagd, goh, wat doen nou gemeenten versus de rest met het aantal unieke winnaars? En dan zie je dat bij gemeenten het aantal unieke winnaars, dus het aantal keren dat een partij echt voorkomt als winnaar in het lijstje op tendernet, dat neemt gestaag af. En dat is misschien een van de punten waar u zich even van moet vergewissen. De gemeente, daarvan wordt in de markt nogal gezegd van, ja, die hebben eigenlijk al van tevoren bepaald wie er gaat winnen. Dus ik doe niet mee. Die hebben hun eigen kleine lijstje. En daar worden toch altijd dezelfde mensen gebeld. Dus weet je wat, laat maar zitten. Gemeente, stapeltje in, ga ik niet doen. En deze cijfers, die ondersteunen dat eigenlijk. En dat is een beetje jammer. Want bij de provincie zien we die daling niet. Bij de gemeente bijna een halvering, maar het gaat toch wel heel erg hard. Dus weet dat de markt dit ziet, deze trend. En ik adviseer echt om daar iets aan te doen. Want als we met z'n allen het idee krijgen, het heeft geen zin om in te schrijven bij de gemeente, want het is toch altijd dezelfde winnaar, dan gaat u waarschijnlijk niet de beste, meest innovatieve, meest duurzame oplossing krijgen. En dat is best jammer, want ja, daar heeft de gemeente ook recht op. Tweede punt, gemeente versus de rest. Transparantie over contractwaarde. Recent nog natuurlijk heel duidelijk in het nieuws geweest met Nederland is, dan werd er iets bijgezegd als, nou, het is nog net niet corrupt, maar het scheelde niet heel veel, want wij geven niet aan wat nou eigenlijk de contractwaarde is. Die contractwaarde is voor inschrijvers echt belangrijk. We willen graag weten, joh, maar als ik iets ga doen en dit eisen ze van mij en dit moet ik al, hè, dan, wat staat er dan tegenover? Het kan echt, het is geen bedrijfsvertrouwelijke informatie. We gaan er niet mee aan de haal, daar worden geen rare dingen mee gedaan. Zet het er gewoon in, echt. Het maakt uw bestek zoveel aantrekkelijker als we weten,
aha, deze vraag, dit budget, daar past deze oplossing het beste op. Dus een gemeente is dat, zoals u uit de cijfers ziet ten opzichte van de Rijksoverheid, die het overigens ook niet heel fantastisch meer doet. Ja, dat zien we ook het afnemen, dus daar is qua beter aanbesteden echt nog wel wat, een gloeiende pook kan daar wonderen doen, denk ik. Maar ja, bij gemeenten staat dat echt op een zeer, zeer laag pitje en dat is jammer. Dus oproep, zet gewoon dat bedrag in uw bestek. En dan de volgende, schrijfdagen. Dan ziet u ook een groot verschil tussen provincie en gemeente. 15% minder schrijfdagen. Dat is ook echt een ding. Als we een tekort hebben aan tenderaars, en het is al zo complex, en we zijn aan het worstelen, we hebben er zoveel. En dan ligt er eentje waarvan we zeggen, nou ja, inhoudelijk best aardig, maar ja, nee, past niet in de agenda meer, dus ik ga hem niet doen. Hartstikke jammer. Geef gewoon wat meer schrijfdagen. Dus het gaat toch om contracten die doorgaan best lekker lang lopen. Dus die paar dagen erbij, dat kan echt. Dus vandaar, dit zijn de drie punten die ik u graag eigenlijk uit de cijfers van Tendernet mee wilde geven. Die uitdagend zijn voor de aantrekkelijkheid van uw offertes of van uw bestekken. En het tip is, wijzig dat. Want u beoordeelt, natuurlijk, maar wij ook. Dat is eigenlijk waar ik de hele tijd al het over heb. Hoe kijken wij nou eigenlijk tegen al die bestekken aan? En dan kennen wij eigenlijk drie hoofdvragen die wij beantwoorden in een bit-no-bit analyse, zoals we dat noemen. Kan ik het, wil ik het en kan ik het winnen? En bij kan ik het, nou, daar hebben we het net, hè, passend in de workload van het tenderteam. Nou, soms al een uitdaging, hè? Weinig schrijfdagen, nou. Past het in het portfolio? Het is gewoon een vraag van, ja, u vraagt iets, hebben we dat überhaupt? En dan zie je dat er tegenwoordig nogal wat hybride vormen worden uitgevraagd, die best uitdagend zijn. En hybride kan ook zijn, bijvoorbeeld, ik heb gewoon een hele goede standaard dienstverlening, maar daar wordt aanvullende dienstverlening eigenlijk gevraagd op het gebied van social return. En niet iedereen kan dat even goed in zijn bedrijf passen. En dan zie je dat, nou, ja, sommige mensen vinden dat dan ook in het portfolio moet passen. Ik denk daar zelf wat soepeler over. Maar goed, het kan leiden tot. Past het in de operatie en de services, oftewel de arbeidsmarkt? Hè? Hebben we überhaupt de mensen wel? En ik kan u zeggen dat er gebieden in Nederland zijn en branches in Nederland zijn waar we ondertussen gewoon en masse bijna niet meer op inschrijven. Gewoon omdat er echt geen mensen meer zijn. Dat probleem wordt echt steeds erger. Dus hoe gaat u dan ervoor zorgen dat juist uw aanbesteding wel aantrekkelijk is, met dus dat de weinige mensen die er nog zijn, hè, die we in kunnen zetten, of de middelen, dat die bij u terecht gaan komen. Dus kan ik het? Uitdagende vraag. Wil ik het? Hier heeft u als inkoper een veel grotere rol, want hier worden eigenlijk de zaken benoemd die u allemaal op papier zet. Zeggen we, ja, maar dit wil ik, dit moet ik, dit ga je doen. Als die eisen bij elkaar heel hoog zijn, en zelfs onaantrekkelijk, ja, dan komt zo'n bestek nogal snel eigenlijk op de verkeerde stapel te liggen. Realistische kaders over kwaliteit en uitvoering. We krijgen wel eens bestekken die vragen om uitvoerings-eisen, ja, laat ik het zo maar eventjes noemen. Ja, maar hoe dan? En dan wordt er teruggezegd, ja, u bent de ondernemer, u bent de expert, dus u weet het wel. Ja, soms vraagt u echt dingen die wij ook niet weten. Dus dat kunt u straks, dat ga ik ook adviseren. Let daarop in marktconsultaties dat het realistisch blijft. De prijsstelling, op dit moment uiteraard een heel belangrijk punt. Vooral op het gebied van indexeringen. We komen indexeringen natuurlijk tegen die ongehoord zijn of onvoorstelbaar in het verleden. Er zijn indexeringsclausules die die zo onaantrekkelijk zijn dat je zeker bij langjarige contracten, nou, in het begin trek je het nog wel, maar de laatste jaren ga je gewoon in het rood. Zeker bij in branches of bij commodity-achtige aanbestedingen, waar de winstmarges voor bedrijven toch al heel laag zijn. Dan moet je echt opletten met wat langjarige contracten. Zorg dat die indexering gewoon meegroeit met de daadwerkelijke stijgingen, ook echt die er zijn. En dat valt nog wel eens tegen, moet ik eerlijk zeggen. Als er zo'n indexering is tegenwoordig echt een van de belangrijkste stoplichten om niet in te schrijven.
gewoon een als u daar niet in meebeweegt, ja, dan hebben we een probleem. En ik snap ook heel duidelijk aan uw kant de uitdaging, want ja, u heeft ook uw budgetten. En die kunnen ook niet zomaar stijgen. Dus ja, daar zijn vast goede afspraken over te maken, over wat je dan wel en wat je dan niet doet. Maar probeer elkaar daarin te vinden. In plaats van het kaart op te leggen en te zeggen, dit is het. Want dan wordt het een uitdaging. Wordt ik vaak gebruikt overigens. Tenderkosten versus opbrengst. Ook een puntje. We zien nog wel eens kleinere tenders of aanbestedingen langskomen. Zo klein zelfs, dat we denken, het maken van het ding alleen al is gewoon ongeveer een jaar van onze marge. Maar dan moet ik hem nog wel winnen ook. En als je één op de zoveel wint, dan moet je dus ervan uitgaan dat het nog veel langer duurt. Dus mijn pleidooi is toch altijd, zorg dat aanbestedingen ook een zeker volume hebben, een aantrekkelijkheid hebben. Ik kan me voorstellen dat u als gemeente of als aanbestedende dienst zegt, als ik het lekker klein heb en we hebben een heel specifiek probleem, dus ik wil het lekker bij ons houden, dan hoop ik dat u toch een iets grotere gemeente bent, want anders wordt het de kans is best groot dat u op de no-bid stapel komt. Zeker als er zaken bijkomen, bijvoorbeeld in de koffie heb je dat er zegt, we willen ook een smaaktest. Dus zet hier een machine neer en dan van iedere concurrent één. Dus staan er 3 of 4 machines. En dan heb ik als de vraag meegemaakt om inderdaad een maand lang een machine neer te zetten, gratis. Want men wilde uiteindelijk 4 machines huren voor 4 jaar. Ja. Dan ben ik alleen al aan die proefopstelling, ben ik een jaar omzet kwijt zo'n beetje. Of een jaar marge, zo moet ik het zeggen. Dus weet wat u uitvraagt. Tenderkosten zijn hoog. Altijd. En zijn voor ons worden ook steeds hoger. Dus besef dat u daarin kunt sturen. Dan gunningsmethodieken. Er zijn gunningsmethodieken die we leuker vinden dan andere. BVP is gelukkig een modegril die voorbij is gegaan. In ieder geval de slechte stukken eruit. We hebben nog een aantal goede onderdelen daarin uiteraard. Een kans- en risicodossier inderdaad is een leuke. En maakt dingen smarter dan voorheen in ieder geval. Dus dat is prima. Maar BVP, geloof me, is een arbeidsintensieve methodiek. Je doet veel langer over het schrijven van een BVP dan over een gewone aanbesteding. En aan de achterkant heeft een BVP ook veel meer beheerkosten. Want ja, je moet, even heel plat gezegd, je praat, communiceert en rapporteert je de pleuris. Dus als het gebeurt, op de manier zou het zo moeten. Hè? Gelukkig zien we eigenlijk alleen maar bastardkindjes van BVP langskomen, waar alle scherpe kantjes een beetje van af zijn. Dus dat is dan wel prettig. Maar ja, zo heel af en toe duikt het nog wel eens. Interview heb ik hierbij gezet. Interview is voor sommige aanbestedingstrajecten heel interessant. We willen een klik hebben. Ik kom het ook tegen in markten waar ik me werkelijk afvraag waarom 20-25% van de punten gegeven moet worden over een 8-jarig contract door een gesprek met de hoofdschoonmaker van het gebouw. Die echt niet inderdaad het juiste antwoord kan geven op waarop is uw CO2 afnametraject gebaseerd. Ja, dat zijn zaken die we echt meemaken hoor. Dus ik pleit ervoor, het interview is vooral om even te toetsen van degene die hier komt schoonmaken, de manager daarvan of de leidinggevende, snapt hij een beetje wat er gevraagd wordt. Maar op het moment dat het een significante hoge score geeft, bijvoorbeeld 20-25% van de punten, of eigenlijk alles boven de 10, dan wordt het door in ieder geval een groot deel van de markt beschouwd als een inkooptrucje om ervoor te zorgen dat op het moment dat prijs- en kwaliteitsvragen toch niet helemaal een gewenste leverancier opleveren, dan kunnen we nog een beetje bijsturen. Ik zeg het heel plat, zoals het rondgaat. En ongetwijfeld geldt dat voor u niet, maar ik heb ook een heleboel voorbeelden waarin het wel zo is. Dus ik ben daar nogal fel op. Laat ik het zo maar zeggen. 5-10%, liefst achteraf. Malusregelingen komen ook gelukkig steeds minder voor, maar ook daar, soms nog eens wel.
Ik heb nog nooit een bonusregeling gezien in de contracten die ik heb gemaakt, in ieder geval, in de aanbestedingen die ik heb gewonnen. Dat is best jammer. Dus ik weet dat ze er zijn, maar ik heb ze nog nooit gezien. Malusregelingen wel, steeds minder. Let op, niet doen. Als het echt niet gaat, neem dan gewoon afscheid van elkaar. Ga niet lopen sjouwen met factuurtjes heen en weer van ik vind het helemaal niks, dus betaal je. Of een andere regeling. Nevendoelen. Er worden soms nevendoelen gevraagd op het gebied van SROI. Bijvoorbeeld, we willen dat er een bepaalde percentage wordt uitgevoerd met SROI. Daar ben ik helemaal voor. Ook qua duurzaamheid. Klinkt misschien een beetje raar, maar daag ons maar uit. Kom erop. Aanbestedingen hebben namelijk een ongelooflijk sterke aanjagende factor in de verduurzaming, in het MVOI-karakter van het Nederlands bedrijfsleven. Dus door het juist te eisen in uw aanbestedingen, gaan wij onze dienstportfolio aanpassen en de manier van werken, onze bedrijfsprocessen. Want anders win ik niet. En dat is vervelend als je een paar keer niet wint. Dus dan ga je naar je baas. Concurrent Pietje, die wint de hele tijd, want die heeft dit wel geregeld. Dus zouden wij dat ook niet eens moeten doen. Hè? Want dan winnen we tenminste nog eens wat. Dus zo plat is het soms. Helaas. Dus ik vind het niet erg om het te blijven doen, maar houd het wel een beetje realistisch. Want we zien ook wel eens dingen langskomen waar je zegt, dat wordt wel een hele pittere. Wie dit kan, dat vind ik, zou ik heel knap vinden. Dat is een reden ook weer voor een heleboel bedrijven om te zeggen, ja, maar dan doe ik dus niet mee. En dat is jammer. Hè? Want je wil dat iedereen verduurzaamt, maar je wil het wel haalbaar hebben. Dus, en uiteindelijk, ja, de meest duurzame, als je daar de punten voor geeft, Schotane zei al, begin eens met 1/3, 1/3, 1/3 voor prijs, kwaliteit laten we zeggen, de MVI, duurzaamheidscriteria. Nou, dan jaagt u ons lekker op, zeg maar. En al die duurzaamheid die wij in aanbestedingen eigenlijk gaan voor onszelf gaan introduceren en onszelf opleggen in onze bedrijfsprocessen, die hanteren we automatisch daarna ook voor onze private tenders. Dus, nou, win-win. Kom maar op. De reputatie van de aanbestedende dienst. Ja, het spijt me, maar er zijn aanbestedende diensten, inkopers, die staan gewoon in de markt bekend als ja, wat minder prettig in de omgang, in allerlei zaken. En die daar schrijven we dus ook gewoon minder op in. En ik ga geen namen noemen, want misschien is dat wel wat er allemaal geroepen wordt. Maar dat ga ik niet doen uiteraard. Maar weet wel dat dat ook uw organisatie ergens een imago heeft. En zorg dat dat imago goed is, want ja, u bent de verkoper van uw organisatie. En als u als verkoper een slechte reputatie heeft, ja, dan is dat best lastig. Dus, dan wil ik het contractduur. Contracten lijken iets langer te worden gemiddeld, heb ik begrepen van Wout. En dat is heel prettig. Want dat betekent namelijk dat je investeringen die je doet, daar heb je ook een terugverdientijd op. En dat wat daar specifiek eigenlijk ook wel meespeelt, is dat heel veel werken en dienstverlening kennen tegenwoordig ook bijvoorbeeld een digitale poot, een digitale ondersteuning. Dus zelfs schoonmaken bijvoorbeeld tegenwoordig, of de koffie, daar zit een digitale poot in bijvoorbeeld rapportages, in allerlei koppelingen met facilitaire management informatiesystemen en dergelijke. Dus weet dat onze investeringen eigenlijk wel wat hoger beginnen te worden en dat daar dus ook een terugverdientijd op nodig is. Die contractduur is dan tegelijkertijd, zoals ik daar straks ook zei, een dingetje om op te letten, omdat er heel specifiek ook zoveel wijzigingen zijn in de loop van een contractjaar, of van een contract, dat je heel sterk de kans loopt dat wat je aan het begin contracteert, aan het eind eigenlijk niet meer passend is. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Daar gaan de ontwikkelingen zo snel, dat je daar, naar mijn mening, enige flexibiliteit in moet bouwen om ervoor te zorgen dat je wel altijd samen met je partner voorop blijft lopen. En wat je nu verzint voor een contract dat over een half jaar ingaat, kan aan het einde van het contract echt voor geen meter meer innovatief of vooruitstrevend zijn. En haal je dan je doelstellingen voor 2030, 2035 nog wel. Dus zorg dat
dat mee kan groeien. En dan, kan ik het winnen? Is ook een vraag die wij als tenderaars altijd stellen. En dan de eerste vraag stellen we dan aan onze salescollega's. Was er pretendering of een marktconsultatie? Marktconsultatie doen wij als tenderaars meestal. Maar pretendering, ben je bij die klanten op bezoek geweest en heb je daar gewoon een kopje koffie gedronken en zeg, hoi, wij zijn Piet en koop bij ons. Of heb je het echt ergens over gehad? Want dat is toch wel soms een uitdaging. Marktconsultaties, ja, ik ben er heel erg voor. Maar wel, vraag de juiste dingen. We krijgen wel eens marktconsultaties binnen met 27, 28, soms, ik heb er wel eens eentje binnen gehad, van 52 vragen. Binnen 10 dagen in te leveren, ja, sorry, die gaat echt op de stapel, jammer dan. Of we kiezen een aantal vragen waarvan we zeggen, oké, hiervan snap ik dat je die als inkoper echt uit de markt moet halen. Maar ja, deze vragen, daar hebben we Google voor uitgevonden. Hè? Dus gebruik Google. En die beantwoorden we dan. Dus weet dat dit in ieder geval een punt is. Hè? Als er namelijk geen pretendering of geen marktconsultatie is geweest, ja, wat weten we dan van u? U vraagt iets, maar weten wij veel wat het beste antwoord is. Dus ook dat is een van de criteria waarop we zeggen, als dit niet gebeurd is, is de kans veel groter dat je op de stapel no bid terechtkomt. Hoe goed is de eigen klantrelatie? Dus het kan zijn dat je uw organisatie alweer wat beter kent. Maar ja, het kan ook gewoon zijn soms dat je het vernacheld hebt. Het gaat niet altijd goed. Dus moet je dan inschrijven ja of nee? Nou, als u een leverancier heeft waar u echt niet tevreden over bent, ja, wees dan heel subtiel, maar toch duidelijk in uw aanwijzing. Joh, schrijf niet in, ga iets anders doen. Want dat is gewoon zonder weer tijd. Dan, iets wat heel veel gebeurt, zeker in het onderwijs. De hogere onderwijsinstellingen hebben nog wel eigen inkoopafdelingen. Maar daaronder middelbare scholen, lagere scholen. Maar eigenlijk niet tot nauwelijks. Dus die gaan vaak naar een intermediair. En de ene intermediair is niet de andere. Sowieso, we zien intermediairs tegenwoordig nogal eens jonge afgestudeerden sturen. Die eigenlijk heel weinig kennis hebben van inhoudelijk van het product of de dienst die aangekocht wordt. Zij zitten behoorlijk procesmatig in het proces. Hè, dus vrij juridisch ook, heel stapsgewijs. Dat maakt soms de interactie wat lastiger. Hè, omdat ze vaak uit onzekerheid, onwetendheid of gewoon dat ze de opdracht hebben, heel strak daarin zitten. Terwijl ja, samenwerken vergt zo af en toe toch een beetje geven en nemen. Ja, wat mij wel een beetje opvalt soms bij de consultants die ingehuurd worden, is de leeftijd. Dat is mijn eerste vraag soms, is dan, goh, weet je moeder eigenlijk wel dat je hier bent? Want, nou. En kan ik het winnen? Is het wel echt? Soms bent u gewoon knijter tevreden over een leverancier. Maar ja, uw beleid zegt, ja, ik moet toch minstens 3 offertes hebben. En dat is voor altijd erg vervelend om een offerte te maken waarvan je eigenlijk van tevoren weet, ja, die had ik nooit gewonnen, want ze zijn echt hartstikke tevreden met Piet. Dus, en zodra wij dat inzicht hebben, ja, dan gaan wij niet inschrijven. Want zoals ik al zei, tenderen is duur. Kost duizenden, tienduizenden, honderdduizenden euro. Een beetje afhankelijk van de branche. In de bouw kan het tot 1 miljoen oplopen. Dat doe je dus het liefst met een zeer hoge winkans. Het geld groeit ons niet op terug, zeggen we dan. Dus, nou, dit is een uitgebreid verhaal, maar mijn belofte was, ik wil u een advies geven. Ik wil een bid. Maak het aantrekkelijk voor bedrijven om in te schrijven. Ja, en ik zie zo linkervrij, heel in mijn ooghoeken zie ik wat vragen langskomen. Een behoorlijk wat vragen zelfs, maar laten we hier eens mee beginnen. Wat je vaak ziet, de bovenste behoudt de relatie met niet-leveranciers. Als u een contract heeft voor 8 jaar en eens in de 8 jaar duikt u die markt op, ja, dan is die kennis die u heeft over dat,
over dat product of dienst is natuurlijk niet heel groot, dat snap ik. Maar zo af en toe is iemand langs laten komen van een van de concurrenten van uw leverancier, is niet slecht. En dat heeft te maken met hoe een salesafdeling werkt eigenlijk ook en hoe een tenderproces werkt. Namelijk, op het moment, hè, dat heb ik net aangegeven, als er wel iets van een soort van een relatie is en er is gepretenderd, dan heeft u ook meer kans dat er kennis is over uw organisatie en dat we dus gaan inschrijven. Dus het is in uw belang om zo heel af en toe te zeggen, weet je wat, ik strijk over mijn hart, ik ga een kopje koffie drinken met Piet, Jan, Klaas, Marie en Annette, want die gaan mij even bijpraten over. Dan de marktconsultatie, heb ik net over gehad. Max 5 vragen, zeg ik hier, want 26, 52, 54, ja, sorry, dat is echt te veel. Vraag echt wat u belangrijk vindt, wat u niet weet. Iets meer dan 5 mag ook wel, maar let erop dat we de schrijvers die wij nodig hebben om een marktconsultatie te beantwoorden, zijn dezelfde schrijvers die een tender schrijven. Van een tender weet ik dat daar een winkans en omzet aan vast zit. Van een marktconsultatie weet ik dat zeker van niet, in ieder geval. Ja, dat is echt een investering. Dus maak ook de marktconsultatie aantrekkelijk. Niet door allerlei mensen bij elkaar in een zaaltje te zetten. Hè, allerlei concurrenten, want dan krijgt u echt geen fatsoenlijke antwoorden, geloof me. Krijgt u nooit het achterste van de tong te zien in ieder geval. Maar laat mensen gewoon in hun eigen omgeving, desnoods apart of schriftelijk. Ik vind zelf schriftelijk altijd het prettigst, want dan kun je een beetje zelf je tijd indelen. Het is al zo druk, dus dat, dan kan ik dat wel beter reguleren met mijn mensen. Nou, doe dat. Vertel voor publicatie al wat u gaat doen. Dat is een... die kom ik zelden tegen en dat is best jammer. Want wat let u om in uw marktconsultatie te zeggen van, dit zijn onze algemene voorwaarden die we van plan zijn. Dit is het contract wat we verzonnen hadden eigenlijk. Dit zijn onze doelstellingen. Ook heel belangrijk, er zijn nog steeds heel veel aanbestedingen waar eigenlijk staat het doel van deze aanbesteding is een nieuwe leverancier te vinden. En ik, ja, dat is de automatische uitkomst. Dat kan nooit je doel zijn. Dus zeg gewoon, wat zijn mijn doelstellingen? Welke methodiek gaat u gebruiken? Beoordelingsmethodieken bijvoorbeeld. Daar al eigenlijk feedback op krijgen in de marktconsultatie. Voordat u het officieel publiceert, is heel prettig. Want dan, net als in de IT, dan heeft u eigenlijk een soort... uw gebruiker is uw tester, een beta-test. Wij halen er alvast de rare dingetjes uit of stellen dan de vraag wel van, hey, wat gek, er zit een foutje in uw beoordelingssystematiek of wat dan ook. Dan hoeven we dat niet met allerlei juridisch gedoe eromheen te doen en officieel via notas van inlichting, dan kunnen we gewoon nog een beetje normaal met elkaar praten. En zo eigenlijk tot een heel aantrekkelijk bestek komen voor uw aanbesteding, waarvan wij zeggen van, hey, hier zijn we bij betrokken geweest. Er zitten eigenlijk geen rare dingen meer in. Of misschien nog wel, maar dan weten we dat in ieder geval van tevoren. We hebben ook een beetje inzicht. We hebben een beetje in kunnen werken op de doelstellingen die u heeft. En de oplossingsrichtingen die u misschien al een beetje in gedachten heeft. Nou, dat is heel prettig voor een tenderclub. Dat je zegt, nou weet je, deze, dat wordt hem wel. Dus, sorry, het is hier best droog. Dus ik neem af en toe een slokje. Wees snel en positief kritisch in de NVI. Het meest prettige is gewoon, stuur maar gewoon vragen. Niet per se, dan moet er binnen zijn en dan gaan we pas antwoorden. Hoe eerder we vragen kunnen stellen en antwoorden krijgen, hoe prettiger het is. Dat is een van de kenmerken van een prettige samenwerking met een aanbestedende dienst. Waar je echt goede recensies op gaat krijgen in de aanbestedende markt. Hè. Een club die meedenkt, die weet van, hey, maar wij zitten echt op dat antwoord te wachten. Anders zitten we 2 weken misschien wel op een NVI te wachten, waarin een aantal vragen en antwoorden staan die voor ons essentieel is op, gaan we überhaupt meedoen? Hebben we de oplossing? Wil ik het, kan ik het en kan ik het winnen? Vraagstelling. Dus die willen we ook zo snel mogelijk weten. Dat is dus het verzoek om dat positief kritisch ook te doen, in plaats van... Ja, weet je, jij bent expert of wat we ook wel in het verleden vooral wel eens zagen van gewoon pagina's lang. Nee. Dus die kan ik me nog herinneren. Dat is tegenwoordig gelukkig wat minder erg. Houd tenderkosten zo laag mogelijk. Weet dat BVP, zoals ik al zei, is wel duurder. Maar ook allerlei presentaties, dingetjes maken, bouwen, links of rechts. Daar heb je eventueel natuurlijk de tenderkostenvergoeding voor.
ik durf het bijna niet meer te zeggen, maar dat is echt een heel handig dingetje om tenderkosten voor uw inschrijvers wat lager te houden. Onderscheidende kunstcriteria. Komen ook nog eens tegen vragen die elkaar zodanig overlappen. Deze van ja, maar ik heb in vraag 3 al beantwoord wat u in vraag 5 nog een keer vraagt, eigenlijk, maar dan met andere woorden. Dus lees heel goed en kritisch uw eigen bestek. Door een buitenstaander. En probeer die overlappingen eruit te halen. Want die gunstcriteria die moeten echt wel in staat zijn om. Om een onderscheid te maken ook echt. Ook in puntentelling overigens. Hè. Dus dat zien we ook nog wel eens. Dat alles tussen de 8 en de 6 terecht komt. Ja, dat is een beetje jammer. Dus de goede prijs-kwaliteit verhouding. En de formule. Ja, dat tegenwoordig veel meer. 30% prijs, 70% kwaliteit. Soms 40. Maar prijs als hoofdcomponent zien we gelukkig wat minder. Zeg ik dan voor mijn branche. Hè. Er zijn branches en inkopers en zelfs verkopers die dat juist heel prettig vinden. Als jij een bedrijf bent dat een bedrijfsmodel heeft opgezet in ik ben de laagste in prijs. Dan wil je het andersom hebben uiteraard. Voor gemeenschapsgeld. Ik weet van één keer dat het in ieder geval echt goed ging. De raket naar de maan is aanbesteed op laagste prijs. Dus het kan wel. Hè, maar tegenwoordig, we zijn geëvalueerd met z'n allen. Dus, en ook de formule. Ik heb vrij recent nog een aantal LinkedIn-posts gezet over formules. Hè, relatieve formules. Formules voor kwaliteit. Zorg dat er formules zijn die recht doen aan het daadwerkelijke verschil tussen de inschrijvers. Relatieve formule. Ja, daar ben ik zelf niet zo gecharmeerd van. In inkoopland wel, want 80% van de formules is relatief, geloof ik, zo'n beetje van prijsformules. En dat is jammer. Dat geeft voordeel voor de prijsinkoper. Prijsverkoper, sorry. Langere contractduren is ook prettig, hè, zoals ik al zei. Dus kans op een normale marge, bijvoorbeeld met de indexering. Linksom of rechtsom. En we zien het in de zorg bijvoorbeeld. In de zorg is de tendens dat zorgaanbieders mogen niet meer dan 5% marge hebben. Nou, dat maakt het direct een zeer onaantrekkelijk bedrijf voor investeerders om in te investeren. En 5% is echt heel erg weinig als je een gezond, innovatief bedrijf wilt hebben dat ook zijn goede dingen verder uit kan rollen. Want als je daar al je kosten en investeringen van moet betalen, heb je echt wel een uitdaging. Dus weet dat een normale marge draaien is een van de hoofdtaken van een directie. Wij worden verantwoordelijk geacht voor gezond bestuur, hè, de governance van het bedrijf. En ongezonde marges, ja, daar zien we het tegenwoordig steeds vaker van, dat er een selectie wordt gemaakt op een gegeven moment, ook zelfs bij klanten. Verdienen we eigenlijk nogal wat op klanten. Op deze klanten maken we al 2 jaar geen winst. Daar gaan we afscheid van nemen. Dus in aanbestedingen is dat wat lastiger om zomaar afscheid te nemen. Maar geloof me, er zijn manieren om dat te regelen. En die wilt u niet. Dus we willen partnerships aangaan voor de rest van het contract. MVO heb ik er straks ook over gehad. Ambitieus, maar haalbaar. Hè, daar ons uit. Kom maar op. Wij willen heel graag, denk ik, het overgrote deel van het Nederlands bedrijfsleven wil echt heel graag duurzaam, sociaal. Dat is onze plicht ook. Ik denk ook echt dat we daarmee de concurrentiepositie internationaal zelfs van ons bedrijfsleven verstevigen. Dus door iedereen mee te laten doen, innovatief ervoor te zorgen dat al dat talent in Nederland ook echt aan de slag komt. Soms worden er wel dingen gevraagd die zeggen, ja, weet je, ik kan dit niet doen met 50% SROI. Daar is deze opdracht gewoon niet geschikt voor. Is maar voor. En dan risico's bij degene die ze het best kan beheersen. Ook dat is wel eens een puntje. We hebben bij de corona-epidemie gezien dat er soms best wel lastige discussies ontstonden over wat is overmacht, wat is geen overmacht. Schoonmaakbedrijven die eigenlijk zo'n beetje failliet gingen of bijna richting het randje gingen, omdat bijvoorbeeld scholen zeiden van ja, weet je, je hoeft niet meer te komen, punt. Maar ja, dat zijn dan wel best grote klanten. Het vervelende was dat die scholen die krijgen dan wel geld nog steeds van het Rijk om die schoonmaak te regelen, maar ze geven het niet uit. Dat is natuurlijk heel prettig voor je eigen vermogen, op de balans, maar ja, u helpt daarbij wel een van uw leveranciers richting het ravijn. Dat zou best wel zijn.
Er zijn nog een heleboel andere risico's, aansprakelijkheden. Ik ben hier te gast bij de VNG, die van oudsher bekend stond om het laatste bastion van onbeperkte aansprakelijkheid. Dat is ondertussen volgens mij niet meer zo. Maar ze hebben nog steeds een naam, dus dat is best gek. Zo zie je dat die reputatie best lang aan je kan blijven kleven. Dus dat is zo'n beetje wat ik wilde zeggen. Mocht u daar vragen over hebben, ik zie er een heleboel verschijnen, maar zegt u, het is nu 15:15, we hebben nog een kwartier, is uw vraag niet beantwoord? Via de hotmail, via de telefoon, LinkedIn, ook hartstikke goed, werkt altijd prima, gewoon een DM sturen. En als moderator van de Kenniskring aanbestedingen, wij hebben het doel om de dialoog tussen markt en overheidsinkoop te verbeteren. Hoop ik hiermee gedaan te hebben alvast en dat te blijven stimuleren. Thijs. Yes. Ja, Alfred, dankjewel voor je uitgebreide praatje. Ik zag ook al heel veel dingen voorbij komen in de chat. Dus ik denk dat we zo misschien... Ik heb ze niet allemaal kunnen lezen. Maar... Nee, er was ook al... Volgens mij werd er ook al onderling al wat kennis en ervaring uitgewisseld. Ja. Dus we kunnen zo eventjes wat doorlopen. Maar ik zat te denken, ik sta hier toch. Mag ik misschien wel even een mooie eerste vraag stellen? Je had het advies over het houden van tenderkosten zo laag mogelijk. Ja. Heb je dan... bepaalde ideeën hoe je dat het beste zo laag mogelijk zou kunnen houden? Je ziet dat bijvoorbeeld de architecten, het bouwen van modellen, heeft die discussie volgens mij ook al gespeeld. Gaan we hele maquettes bouwen of zijn er daar makkelijke manieren voor? Kun je met schetsen werken bijvoorbeeld? Het uitdenken in... bouwteams. Hè. Ik ben niet thuis in de bouw, maar ik heb begrepen dat daar dat ze op die manier die kosten wel wat meer naar beneden hebben gehad en het resultaat omhoog. Maar voor bijvoorbeeld de koffiegeld, hè, dat is mijn voorbeeld van, goh, zet die apparaten neer een volle maand en we gaan wel eens kijken. Dat zijn hele dure oplossingen. Voor de catering bijvoorbeeld, kom bij ons proefcatering draaien op een of andere manier. Dat zijn BVP, omdat je meer mensen in moet zetten. Presentaties geven met Jan en Alleman. Er zijn een hoop manieren om ervoor te zorgen dat je de tenderkosten wat lager kunt maken. Eigenlijk. Maar ze zijn wel heel divers. Ja. Per branche eigenlijk anders. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is mooi. Dankjewel voor je antwoord. Er waren ook nog aardig wat vragen. Misschien kunnen we even een klein beetje naar het begin beginnen. De eerste vraagsters die mag natuurlijk het eerste beantwoorden. We hebben hier een vraag van Marielle. Staat er, heeft de gemeente minder unieke winnaars omdat ze meer opdrachten in de markt zetten? Waar meerdere leveranciers een opdracht uit krijgen? De gemeente geeft natuurlijk heel veel onderhandse opdrachten uit, inderdaad. Ja. En ik kan me voorstellen dat dat uit een wat selecter groepje is. Inderdaad, de stratenmakers in de buurt. Veel gemeenten hebben natuurlijk een kooplokaal beleid. Ja. Sommige gemeenten trekken dat zo ver door dat ik echt me afvraag of dat nog wel binnen de kaders van de aanbestedings, de Europese aanbestedingswet is. Ik weet dat er partijen zijn die, of intermediairs, die zeggen, ja, als je niet uit de buurt komt, heb je niet eens kans om te winnen. Gewoon, dat is een van de redenen dat wij bijvoorbeeld bij bepaalde intermediairs niet inschrijven, want ja, het heeft toch geen zin, ik kom niet uit die provincie, ik kom niet uit die gemeente. Dus ja, weet je, jammer, doe ik niet. Ja. Maar ik denk dat dat een van de voorbeelden zou kunnen zijn. Ja. Ik denk dat de gemeente meer kleinere opdrachten hebben waarbij ze zo lokaal mogelijk kopen. En ja, ik weet niet hoeveel aanbod er dan is, maar het zal allicht minder zijn dan een bredere scope over heel Nederland, over de hele provincie. Ja, precies. Oké, dankjewel. Zullen we anders de vraag van Loes, zie ik hier staan. Ja. We hoorden dit laatste over contractwaarde. Over contractwaarde. Ik heb dat intern gedeeld, maar kreeg gelijk ook terug dat het niet verplicht is. Ik weet niet waar het over gaat. Dus het ik denk dat het gaat over delen van de contractwaarde. Ja. Dit is niet verplicht, dus doen we niet. Voornamelijk omdat je dan een open deur geeft. Ja, weet je, dan kijk je. Ja, als je iemand tegenkomt, een hand geven is niet verplicht, maar het is wel netjes. Ja. Dus het is niet verplicht, doe ik niet, vind ik eigenlijk een beetje omgekeerd onbeleefd. Ja. Het helpt dus. Sorry Loes. Het helpt dus. Het is misschien handig om te doen. Ja, het is gewoon een beleefde geste. Sterker nog, uit het onderzoek komt dat het aangeven van een omzetwaarde gebeurt in een heleboel andere landen wel. Ja. Zonder probleem. Sterker nog, in sommige landen is het echt, wordt er behoorlijk achteraan gehaald. Alleen Nederland loopt zo ver achter. Waarom? Ja, dat doen we gewoon niet. Het is niet verplicht.
Nee. Beetje jammer. Dus het is advies. In ieder geval. Het geeft een open deur voor hogere offertes, ja. Mocht het lager kunnen. Nee, dat denk ik niet. Nee. Nee. Want nee, als prijs speelt ook mee. En in mijn ervaring is dat bij heel veel aanbestedingen op een gegeven moment rond de 30, tussen de 30 en 40% ligt er een kantelpunt. Daar ga je op je laagste punt zitten. Er zit geen onderhandeling doorgaans in een aanbesteding. Dus 50-60% prijs of de prijs of het budget helemaal niet geven, zorgt er eigenlijk volgens mij niet voor dat je geen lagere prijs krijgt. Een betere aanbesteding. Dat zit er rond 30-70, 35-65. Dan krijg je gewoon echt een prachtig aanbod met een goede kwaliteit. Okay. Geef gewoon dat budget. Ja, dan was het advies. Ik zie hier ook trouwens twee vragen, misschien kunnen we ze combineren, over de tenderkosten. Heb je een indicatie van een gemiddelde tenderkosten? En scheelt enorm per branche. Ik weet dat in de schoonmaak zitten we al snel richting de 15.000 euro voor de wat grotere tenders. Je hebt ook kleintjes. Heeft te maken ook met je eigen interne processen. Je kunt middelen inzetten om ervoor te zorgen dat wat lager en strakker is. Maar dan nog, zelfs een kleine offerte maken kost toch al snel een paar duizend euro. Ja. In het openbaar vervoer bijvoorbeeld, die hebben maar één of twee tenders per jaar. En dan werken 60 mensen anderhalf jaar aan, dan zit je al snel op de 2 miljoen. Ja, dus. Ja, en een vervolgvraag van Marielle volgens mij. Over, is er een reden dat die tenderkosten hoger besteed worden? Personeel wordt ook steeds duurder. Dat is de belangrijkste factor, denk ik. Er is een enorme vraag naar tenderaars. Er is een verschuiving, juist vanwege de toenemende complexiteit in aanvragen. Zie je dat, laten we zeggen, je hebt sales en tenderen. En dat tenderen neemt een belang toe. Omdat die klant gewoon veel concreter op papier wil hebben. Juist geformuleerd met de juiste woorden, getallen en processen. Ja, maar wat krijg ik nou van jou eigenlijk? En dan, er zijn niet zo heel veel mensen die dat goed kunnen. Dus daar wordt ook enorm op gehunt op het ogenblik. Recruiters, die moet je echt eigenlijk bijna bij de voordeur wegmappen van je tenderteam. Dus je ziet die salarissen, die stijgen behoorlijk. En gelukkig, maar ze zijn ook gewoon een goede tender is geld echt waard. Maar dat zorgt er ook voor dat de kosten voor die tenders toenemen. Ja. En als er dan ook nog eens andere factoren zijn, zoals de tenders worden ook al moeilijker. Complexer om in te vullen. Ik moet steeds meer collega's en externe adviseurs gaan bevragen over hoe bereken ik dan CO2 precies of fijnstof of plastic in afvalwater of allerlei zaken die van belang kunnen zijn in jouw bijvoorbeeld in jouw duurzaamheidsvraagstuk. Ja, dat zit niet automatisch in jouw bedrijf. Daar moet je voor naar anderen toe en die zijn doorgaans qua uurtarief nog duurder. Ja. Dus. Ja, precies. Ja. Okay, nog. Zullen we anders even naar wat vragen gaan over je laatste paar slides waar je een advies gaf. Dus als we wat meer naar beneden. Even kijken. Van Linda bijvoorbeeld. Ja. Waarom prevaleert een open vragenronde zonder deadline boven een vragenronde met deadline? Die begrijp ik niet zo. Een open vragenronde, als daarmee bedoeld wordt, vooraf de marktconsultatie achteren of? Ik denk dat het inderdaad. Linda, misschien kun je mij de vraag eventueel via LinkedIn of via mijn mail sturen. Dan kan ik hem misschien iets beter beantwoorden. Ja, even kijken hoor. Een doorlopende NVI. Oh, dat vind ik een goed idee. In de zin dat die NVI. Ik neem aan dat die NVI dan ook juridische kracht heeft. Hè? Want vaak is natuurlijk de NVI prevaleert boven dit. Dus die doorlopende NVI moet wel ergens een plek krijgen, natuurlijk. Aan de andere kant, een NVI impliceert ook dat er meerdere partijen vragen kunnen stellen. In het contract een NVI, dat zou je eventueel ook wel, als je echt partnerschap hebt, gewoon aan tafel al pratende op kunnen lossen. En dat schrijf je dan eventjes op, eventueel een addendum van het contract. Dus er zijn ook andere manieren van. Ja. Even kijken hoor. De vraag van Loes. Kan je dus ook aangeven in de aanbestedingsleidraad dat de vragen lopende de tijd tot de deadline kunt beantwoorden? Ik denk het wel. Er is wel zo natuurlijk iets dat je op een gegeven moment moet er wel een sluitingsdatum zijn. Ook voor de aanbestedende dienst.
Maar ja, ik zie toch wel een aantal aanbestedende diensten dit doen. Gewoon van, joh, kom maar op met je vraag. En dan sluit het. Als je een vraag stelt en we weten het direct, krijg je direct antwoord. Moet ik terug naar de jurist of naar weet ik veel wie. Nou ja, dan duurt het een paar dagen langer. Maar we sturen het eigenlijk zodra we het weten. Ja. Ik denk, misschien is dat dan wat Linda bedoelt. Oké. Nou, dat weet je ook nog. Gegeven dat de gemeente de initiator tot verandering kunnen zijn. Daarmee kunnen ze boord. Hoe zouden jullie dat in de uitvraag beschreven willen zien? Nou, wat ik eigenlijk best weinig tegenkom, is gewoon een doelstelling op zoveel CO2, zoveel water, zoveel fijnstof, zoveel microplastics, zoveel chemische, zoveel kilometers, noem maar wat. Gewoon harde cijfers, eigenlijk. We willen gehalveerd of nul of weet ik het. Ja, maar hoeveel dan? Van waar kom je dan nu vandaan? En welk pad gaan we op en met welke middelen? Hè? In de schoonmaak bijvoorbeeld, mobiliteit. Je hebt daar mobiliteit, mensen, materiaal en middelen. En die mobiliteit, dat is ongeveer 85% van alle CO2. Komt van de bewegingen rondom schoonmaak. Nou, heb je partijen die zeggen, ja, we tellen alleen de CO2 mee op het moment dat we op het werk zijn. Dus we komen bij u aan en dan gaan we pas tellen. Ik vind dat heel raar. Want dat betekent dat je voor een gemeente in Overijssel zou je mensen uit Zeeland in kunnen rijden. En dat gaat dan pas tellen blijkbaar op het moment dat ze daadwerkelijk in de gemeente Zwolle zijn. Dus je moet het hele pakket meetellen. Omdat in al je bedrijfsprocessen je er moet streven dat die zo CO2 mogelijk neutraal zijn. Als mobiliteit zo'n belangrijke factor is, dan mag je daar best wel iets van vinden als gemeente. Ja. Of als überhaupt als aanbestedende dienst. Dus, helderheid. Zeg gewoon wat het is. Gewoon niet van dat vage gedoe. Daar zijn we meestal niet van. Dus bedenken dat de personen aan de andere kant van de tafel. De tenderaars en sales zijn doorgaans nog wel redelijk op de hoogte van wat u wilt. Op het moment dat de operatie ingaat en het wordt allemaal heel ingewikkeld, dan zie je wegduikgedrag. En ik zou heel graag willen dat de doelstellingen van de klant door ons zo vertaald kunnen worden dat ook mijn operationele collega's ze eigenlijk heel makkelijk kunnen begrijpen en ze kunnen verinnerlijken en ermee aan de slag kunnen gaan. Want zij zijn uiteindelijk degene die het moeten verwezenlijken. Wij kunnen als juristen en schrijvers en beleidsmakers kunnen we prachtige dingen verzinnen. Maar als het op de werkvloer niet gebeurt, ja, dan hebben we de sprookjes, of ik moet zeggen, ik heb altijd de tenders van Grimm zitten schrijven. En dat zou jammer zijn. Ja. Oké, ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraagje. Even kijken hoor. Linda zegt, dat bedoelde ik inderdaad. Mooi. Ja. Nou, gelukkig. Dan hebben we dat, zijn we er met z'n tweeën uitgekomen. Mooi. Goed. Even kijken hoor, ik zag volgens mij een vraag over of je contractwaarde ook kon bepalen in markt, door middel van de marktconsultatie. Maar dat is best een gevaarlijke, want in marktconsultaties zien we ook nog terug, hoe zou u dit doen en wat kost het dan? Hm. En dan, nog zo eentje, geef u SWOT, Strength, Weaknesses, ja. Opportunities and Threats. En dan zeg ik van ja luister, dat zijn onderscheidende kenmerken. Ja. Nu vraag je niet meer naar de markt, nu vraag je naar mij. Ja. En dat is geen marktconsultatie. Dat is gewoon een pre-offerte vragen. Mm. Dan ben je eigenlijk een pre-kwalificatie aan het doen. Ja. En dat is, dan ben je een paar dingen door elkaar aan het halen. Dus in de gemeente, voor zover ik gemeentes ken, zijn budgetten toch al behoorlijk geoormerkt, ook voor de komende jaren. Dus je weet ongeveer wat je te vergeven hebt. Ja. Dus ja, misschien moet je soms je wensen wat aanpassen. Als je zegt, van, ja, ik heb zoveel wensen. Maar ik heb maar zoveel budget, ja, dan is het net als bij thuis. Ja, dan gaan we toch iets anders doen. Gaan we dit jaar niet skiën? Of, Ja. Goed, ja, dan goed, laatste vraag. Dan heb ik ook nog zelf een laatste vraag. Voordat we gaan afsluiten, want in ieder geval alvast hartelijk bedankt dat je er bent. Ja. We zijn nu een beetje aan het afronden en misschien mooi om eruit te gaan met wat is je allerbelangrijkste tip die je eigenlijk zou willen meegeven? Waar mensen echt zeg maar, dit, als je iets onthoudt, dit wil ik graag dat jullie onthouden van deze presentatie. Ja, vooral wees een beetje aardig voor elkaar. Wees een beetje aardig voor elkaar. Oh, dat vind ik een hele mooie, instelling. Jullie hebben het moeilijk, wij hebben het moeilijk. We hebben allemaal iemand boven ons. Jullie een wethouder, ik een of andere directeur commercie of wat dan ook. Die de hele tijd loopt te blaffen dat er meer omzet en meer marge moet. Jullie hebben allerlei beleidsdoelen. Dus inkopers en tenderaars, wij zijn elkaars natuurlijke bondgenoten. Wij zijn de eigenaren van het proces dat leidt tot een aankoop. Wij zijn ook degene die het echt snappen. Dus sales...
aardige mensen hoor, maar en alle andere collega's ook heel aardige mensen, maar wij moeten er met z'n tweeën eigenlijk uitkomen, dus laten we een beetje aardig zijn aan elkaar. Ja, dat vind ik een hele mooie positieve instelling voor het einde van de trend. Ja, precies. Laten we dat ook niet vergeten benadrukken. Allemaal hartstikke bedankt voor het inschrijven, voor het aanwezig zijn bij de presentatie, maar ook voor de vragen. Echt enorm veel interactie, dus daar zijn we heel erg blij mee. Helaas, als het niet allemaal gelukt is om je vragen te stellen, ja, Alfred heeft zijn contactgegevens gedeeld. Ja. We hebben ook sinds kort een forum inkoop en aanbesteden bij VNG en er zitten bijna 400 gemeentelijke inkopers op. Dus als Alfred misschien niet lukt om te helpen omdat hij te veel vragen krijgt, stel hem gewoon lekker op het forum. Ik zag ook al de vraag voorbij komen, wordt het nou ook echt gedeeld? Ja, iedereen die zich in heeft geschreven met de link, die krijgt de volledige presentatie, inclusief opnames, opgestuurd. Dus kan je het gewoon nog even rustig terugkijken. Allemaal hartstikke bedankt nogmaals. Alfred, heel fijn dat je er was, dankjewel. Dankjewel. Dan wens ik iedereen nog een fijne dag verder.